Wij staan hier bij de bijenkasten op de terrein van de Abdij van Berne. Deze honing komt van die bijtjes. En een aantal jaren geleden al waarschuwde men dat het slecht gaat met de bijen. En als het slecht gaat met de bijen, dan gaat het ook slecht met de voedselketen. Want de bijen zijn aan het begin van die voedselketen. Weinig mensen hebben zich er iets van aangetrokken. Maar nu vandaag komt het coronavirus. Is echt een aanslag op onze samenleving. Jezus had het al over. Verstaan we wel de tekenen van de tijd? En gelukkig beginnen we nu de tekenen van de tijd te verstaan. Een tijd waarin we niet ongebreideld met onze mogelijkheden kunnen omgaan. We moeten inbinden. Kijk maar naar het vliegverkeer, kijk maar naar alles wat er is. We moeten inbinden, zodat we weer naar elkaar toe kunnen groeien, elkaar kunnen opbouwen. Zoals die bijtjes dat ook doen in hun korven. Paus Franciscus heeft 5 jaar geleden een opmerkelijk boekje doen verschijnen. Het heet Laudato Si. Dat zijn de beginwoorden van zijn boekje. En dat is vertaald: geprezen zijt gij God, geloof zijt gij God. De beginwoorden van het zonnelied van de heilige Franciscus. Het is een bejubeling van de schepping, maar daarin wijst hij ons erop dat wij die schepping als ons eigen huis moeten beschouwen. En het huis, zei hij, is in gevaar. Daar zorgen we niet goed voor. Die oproep van Paus Franciscus toen, 5 jaar geleden, is ontzettend actueel nu met de coronacrisis. Daarom ook morgen begint, vanwege het 5-jarige bestaan van die exhortatie, begint een week van Laudato Si. Ik wil u 1 citaat wil ik u voorlezen. De dringende uitdaging om ons gemeenschappelijk huis te beschermen houdt ook de bezorgdheid in om heel de menselijke familie samen te brengen rond de zoektocht naar een duurzame integrale ontwikkeling. Want we weten ook dat zaken kunnen veranderen. De Schepper laat ons niet in de steek. Hij komt nooit terug op zijn liefdesproject. Hij heeft geen spijt ons geschapen te hebben. De mensheid beschikt nog over de capaciteit om samen ons gemeenschappelijk huis op te bouwen. Een krachtige oproep om ons gezamenlijk huis op te bouwen, te herstellen ook vandaag met alles wat er op ons bordje komt vanwege corona. En dan kijk ik weer naar die bijenkasten waar de bijtjes in en uit vliegen. Als ze uitvliegen, bevruchten ze de bomen, halen voedsel op, brengen het weer binnen en vormen samen een harmonische gemeenschap. Wij kunnen ook als zo'n bijenkorf zijn, elkaar opbouwend, elkaar echt tot harmonie zijn.